We gaan nu kijken naar de productie van de herdenkingsmunt 100 jaar muntgebouw. Dit is voorafgaand aan de eerste slag die op 22 juni zal gaan plaatsvinden. Dat doen we omdat de munten direct aansluitend verkocht moeten gaan worden. Dus we moeten een deel van tevoren gaan produceren. Je kan het in feite een beetje vergelijken met de eerste steen die gelegd wordt bij een nieuw huis. De herdenkingsmunt verschijnt in circulatie en in proof kwaliteit. U ziet eerst het productieproces van de circulatiemunt en vervolgens ziet u hoe de proofmunt wordt geslagen.